Hallo, welkom bij Sterrenwachter TV. We zijn hier in de Zeggemeent en we gaan zo meteen Tom van Dijk interviewen om te kijken wat hij van de Meent vindt en wat hij van de Meent weet. Oké, hoe lang woont u al in de Meent? 38 jaar. Waarom bent u in de Meent gaan wonen? Omdat het vorige huis waar we eerst in woonden werd te klein en we moesten dus daar weg. En toen kregen we dit huis, dat hebben we dus eerst gehuurd. En een jaar of 10 terug hebben we het gekocht. Wat is uw fijnste plekje in de Meent? Natuurgebied Kruisbergen. En wat vindt u van de natuur in de Meent? Dat vind ik wel goed, alleen het onderhoud is een beetje slecht. Hoe is het om in de Meent een atelier te hebben? Nou, is leuk, want er zijn dus meerdere kunstenaars. En onderling hebben we veel contact met elkaar. Van wat de ene maakt weer heel iets anders dan de ander. En er zijn toch wel veel kunstenaars in de Meent. Meer dan dat je denkt. U heeft verteld dat u ergens mee bezig bent. Weet je waar? Kan u laten zien waarmee? Ik ben met dit bezig. Die heb ik dus nog een keer gemaakt. Omdat tijdens de atelierdagen was dat beeld dus te koop. En toen is het verkocht en gelijk daarna kwam er iemand die ook dat beeld wilde kopen. Dus toen moest ik nog een nieuw beeld maken. En dat heb ik nu gemaakt. En woont u in een leuke buurt, vindt u? Ja, de meeste mensen die hier wonen, dus die wonen ook al vanaf het begin. Dus die ken je allemaal, omdat je hier toch al 38 jaar woont. Heel af en toe komt er nog wel eens eentje een nieuwe tussen, omdat er iemand weggaat of iemand gaat is overleden. Maar over het algemeen zijn er dus veel mensen die hier al van het begin af aan wonen. En daar bent u blij mee? Ja, dat is leuk. Weet u waarom de straten zo raar gevormd zijn? Dat komt omdat de telling ook anders is. Meestal straat heb je een even en een oneven kant. Dat heb je op de Meent heb je dat niet. Alles telt achter elkaar door. En dat komt zo omdat vroeger de weilanden die hier lagen, werden ook zo geteld. Je kwam de Meent op vanaf Bussum en had je rechts een hek. En daar kwamen dan 3 weilanden op uit. En was dat nummer 1, 2 en 3. En dan liep je verder naar het volgende hek. En dan kreeg je 4, 5 en 6. En zo ging het de hele Meent rond. Dus gehandhaafd eigenlijk toen ze de huizen neergezet hebben. Dus dat de telling en de straten komt eigenlijk omdat de weilanden vroeger zo waren. Ja. Dank u wel dat we u mochten interviewen. En u kan zelf ook naar ons museum komen. En dan kunt u het interview wat uiteindelijk is geworden, kan u dan ook zelf zien. Oké, hartstikke bedankt. Ik kom zeker kijken. Oké, dat is goed.